Nou Arno, ik ben onderweg heel veel leuke campings en vakantieparken tegengekomen. Maar deze vind ik zo leuk omdat je midden in het bos hele gezellige kampeerboerderijtjes kan huren. Kom even kijken. Een bedstee met flatscreen. Zo leuk. En hier kun je in de jacuzzi badderen onder een sterrenhemel. Maar dat is nog niet alles. Als je staat af te drogen. Wauw! Dan kan je ondertussen gewoon een bruine rug krijgen. Kaya, ze hebben het hier op vakantiepark Herperduin in Brabant goed voor elkaar. Een schitterend zwembad met schuifdak, goede recreatiemogelijkheden en grote speelruimtes voor de kinderen. En er is een ecologisch toiletgebouw, want het accent ligt hier op groen. Alle huisjes op het park zijn te huur. Maar als je er echt geen genoeg van kan krijgen, kun je er ook eentje kopen. Daar in de verte zie je een huisje. En hier is het volgende huisje. Dus als je op je eigen terras zit, heb je het idee dat je helemaal alleen in het bos bent. Over deze huisjes ben ik ontzettend enthousiast. Ik ga ze even eerst de binnenkant laten zien. Ja, Jessica, want deze bosvilla's, waarvan er 13 op het park staan, zijn exclusief voor dit park ontworpen en volledig gebouwd met duurzame materialen. De maximum kwaliteit van het binnenmilieu en zeer energiezuinig. Maar het is de buitenkant dat deze huisjes extra bijzonder maakt. Het is namelijk een ecologisch huisje. Op het dak zie je vetplantjes. Die isoleren het huisje, houden ook wat vocht vast. Er liggen zonnepanelen op het dak, die zorgen voor het warme water. En het water van de afvoer van de keuken en de badkamer wordt opgevangen, naar rietvelden hier verderop getransporteerd. De wortels eigenlijk van het riet eten de bacteriën op. Water gaat naar de vijver en daarmee worden alle wc's doorgetrokken. Terug naar Oudewater. Ga ik lekker lunchen.